Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuw video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag ga ik spelen met de M8A7 natuurlijk. Gewoon het wapen waar ik in het begin van de game het meest mee heb gespeeld. En nu weer wat minder, dus ik wil het even weer oppakken. Want het deed wel een chill wapen. Alleen een paar keer geüpdate natuurlijk, zou je weten. Maar, oh de shit zit achter me. Ik speel met hele lage streaks, zullen jullie aanzien voor de gein vandaag een keer. Sommige mensen lekker een beetje. Dude. Bye bye. Oh! Ik kan al een stuk. Oké, ik heb een HXD. Ik heb de HXD, de Capex en de Dart aanstaan. Het is nuke dan, dus dat had ik niet verwacht. Maar ja, nuke dat je natuurlijk nu in de standaard rotaties. Dus dat is natuurlijk wel een pluspuntje. En dat is natuurlijk ook best wel leuk, vind ik. Maar, nuke dan is wel altijd een stuk hectischer. Wow, het lag, deze potjes lag altijd een beetje op nuke dan. Kan ik ook niet zo doen. Oh shit. Granaten gewoon random gooien. Ik hoop dat ik dadelijk een kill mee zou krijgen, maar dat was dus niet zo. Oh, hij zag me door de muur. Oh, mijn team heeft even lekker een triple met zijn M8. GG. Kijk. En het lekt een beetje, jongens. Zie je, het lekt een beetje. Mijn ping is gewoon goed. Dus ja, ik weet niet wat het is, maar zal we weer een Call of Duty leggen. Maar toen deze game net uit was. Dus de eerste week, toen had ik dit wapen natuurlijk unlocked. En toen was hij zo sterk. En toen was het op het bovenlichaam een one burst. Oh, mijn rug. Ziet hij hem niet? Oh, hij zag me niet, wat een sukkel. Maar toen was het in het bovenlichaam gewoon een one burst kill. En in de benen, laat maar zeggen, anderhalve. Dus het schoot je twee keer het knopje indrukken. Dan had je een dinges. Wacht, ik zal me heel even concentreren, jongens. Dan had je een kill ermee. En toen hebben ze natuurlijk wel een paar keer gepatcht. Holy shit! Hoe heb ik dit overleefd? Kom op, wat heb ik aan mijn care package? Wat krijg ik aan mijn care package? Een counter UV, jezus! Oké, ik heb nog een dart. Die kallen we dan maar eventjes in. Zo, ik heb ook nog een site voor dadelijk, dus dat is helemaal mooi. Oh shit. Oh kut, ik vlieg tegen dat hoekje aan. Lekker Chester, GG. Ik kan nog even mijn site in. Oh, had geluk. Ik dacht dat het teammate was. Mijn fout. I'm sorry. It was my fault. Zit hij hier als goed is één? Ja. Kiekeloos. Ik heb dit wapen Diamond, maar ik vind Diamond niet heel erg mooi op deze game. Ik wil eigenlijk de Stormcammer op dit wapen, want die is echt fucking miles. Oh shit. De Stormcammer vind ik algemeen al heel erg awesome. Als ik hem op mijn wapen heb, gebruik ik hem ook gewoon direct. Of de Swindler. De Swindler is ook gaaf. Jij bent klaar met je side, mijn rug. Ja, nice. Teammate heeft wraps. Ook mooi. Oh, maar die wraps hebben hem hier gesaved, Mattie. Holy shit. Capex inkallen. Let's go. Granaat across the map. Als ik daar een kill mee krijg, ben ik pro. Nee, ik krijg geen kill mee. Chess is ook gewoon niet pro. Ja, teammate. Let op. Hij gaat met een capex naar. Oh, nevermind. Weer een koud UV. Lekker. Niet dus. Wat zit er alweer bijna op? Nog 25 kills. Oh shit. Ah, kut. Hey, zie je erbij? Het is gewoon lach om af en toe met deze dingen te spelen, weet je. Gewoon zonder concentratie voor de fuck hiermee spelen. Ja, en dan kan je gewoon even een dubbel kill ermee oppakken. Holy shit. Oh, ik kan mijn granaat al opgooien. Daar zit hij. Oh. Dit wapen, ik weet nog wel. Kut. Dit wapen was zo chill om mensen van een headless af te krijgen. Want dit ding heeft gewoon no recoil. Letterlijk no recoil. Ja, zie je wel. Nu heeft hij ongeveer 2 burst kills. Nou, tenzij iemand al weak was, zoals hij. Ik hoor hem hier naast me lopen. Je hoort mensen zo hard hè, als ze de site gebruiken. Ja, jou hoor ik ook. Ik weet niet of ik hoor er nog één. Zit hierboven. Thanks to awareness, denk ik. Beneden. Hij loopt hier buiten, rechts. Told you, was een site.
Oh, we hebben Portugal gewonnen. Let's go. 34-5 ons eindscoren. Met lage tricks. Het is niet eens met een UAV hater en een raid en zo. Gewoon alleen door deze tricks gebruiken. Dus mocht je nog net even deze video, laat maar even een blauw duimpje omhoog achter. Dat vind ik enorm. Check de video van gisteren, want hij is niet helemaal goed in de subbox gekomen. Best wel belangrijke video natuurlijk over mijn meeting in Utrecht. Dus kijk die eventjes. Link staat hier beneden in de beschrijving. Dus ja, die is natuurlijk wel even belangrijk om die natuurlijk te kijken. Super bedankt voor het kijken in deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video. Om 3 uur precies. Zal ik dat wel zeggen, bedankt voor het kijken. Tot morgen jongens. Doei.